De achterstanden van de algemene kinderbijslag, AKB, worden ingelopen. Minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is in het Brokopondo-gebied met een delegatie van SOSAVO. De bewindsman zegt dat de gemeenschap alvast een tegemoetkoming krijgt vanwege de overstromingen in het gebied. Brokopondo heeft een achterstand van 2019 voor zowel AKB, zowel financiële bijstand mensen met een beperking, als sociaal zwakke huishoudens. Dat wordt dan vanaf vandaag betaald, de Brokopondo. Apart daarvan hebben we ook meegenomen meteen 2020 AKB en ook AKB 2021, eerste half jaar. De bedoeling is dat wij niet voor elk jaar apart zouden uitdrukken. 1 voor de achterstanden en 2 voor 2021. Let wel, die achterstanden zijn wat wij getroffen hebben. We hebben deze achterstanden aangetroffen waarbij duidelijk is gemaakt bij het inventariseren dat we 2019 als 2020 achterstand hadden, welke sociale zaken vanaf half jaar 2020 dan moest gaan inhalen. Intussen hebben we het zo ver gebracht met samenwerking natuurlijk met financiën, ook met samenwerking vanuit de twee leiders van de regering, maar zo ook dat we dan niet moeten vergeten dat die team van sociale zaken en volkshuisvesting hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat het zo ver komt dat we uiteindelijk dan de betaling mogen doen. Ramsaran zegt dat hij blij is dat zijn ministerie kan helpen. De gemeenschap kan de social media kanalen van het ministerie blijven volgen. Voor meer informatie over uitbetalingen in andere gebieden.